Ik heb wel gehoord van het begrip achter de geraniums en ik ben liever erop uit. Nee, ik heb niks met dat begrip. Dit is mijn winterkoninkje. Dit winterkoninkje is van steen, zacht speksteen. En hij zit op een oude tak. En dat winterkoninkje dit zag ik vaak beneden als ik over het balkon leunde, beneden in de tuin. Ik ben graag op het balkon om te kijken wat er allemaal gebeurt in de Polbeek. En dat is de beek die hier beneden stroomt, omdat er zoveel dieren zijn, verschillende dieren. Ik ben Klaasien Venhuizen en ik ben 75 jaar. Ik woon in de Polbeek en ik kijk uit op de beek. Dat is heel mooi. En ik woon hier 8,5 jaar. Het is een groeiproces. Je hebt een steen voor je en dan probeer je in die steen al iets te vinden wat je aandacht trekt. En vaak maak ik eerst tekeningen van uitsteeksels en hollingen. Dat daardoor het gevoel komt van, oh, dat zou het wel kunnen worden. Maar vaak verandert dat ook nog geleidelijk aan in het proces. Eigenlijk teken ik al mijn leven lang. En mijn moeder tekent ook graag, dus die heeft ook veel dingetjes van mij bewaard. En ja, ik denk dat tekenen mijn grootste kwaliteit is. Dit is een tekening die ik, een van de tekeningen die ik gemaakt heb voor het toelatingsexamen voor de kunstacademie. En daar zit eigenlijk mijn hele leven in. Toen ik 50 was, ging ik naar de kunstacademie. Dit zijn voor mij levensbomen. Ik heb eerst een maal gemaakt als voetstuk en daarop met de hand sliertjes gemaakt van klei. En heb ik er een levensboom van gemaakt. En een levensboom betekent dat je in je leven vrienden maakt. Soms zie je iemand nooit meer, dan gaat het zijn eigen gang weer. Bij de tweede dacht ik, oh, ik moet ook voor onderweg wat, een drinkenbekken hebben. Want meestal is drinken een van de eerste levensbehoeftes. En toen bij de laatste heb ik ook nog een schuilplek gemaakt, dat je beschut kan zitten. De expressie, hè? Dat je dan een vorm erin kan maken die beweging geeft en die ook warmte uitstraalt. Hoe kan dat terwijl het een steen is? Dat is heel bijzonder. Ik ben vrijwilliger van de zorgtuin in Gorssel. Dat is ook speciaal. Ik heb daar de kruidentuin en dat is wieden en stekken en zaaien en bijhouden. Eigenlijk was mijn kennis was meer over groentetuin en bloementuin dan over kruidentuin. Maar in die 6-7 jaar dat ik daar nog ben, heb ik dat allemaal mijn eigen gemaakt. Eerst naar voren stappen en naar de andere voet achteruit. En dan ga je zakken door de knie en dan ga je deze zo vooruit doen. Yoga geeft wel een gevoel van rust. Ook al kan ik niet echt mediteren, dat kan ik niet. Maar toch kan ik wel stilzitten en op mijn ademhaling letten. En juist door op mijn ademhaling te letten, dan krijg je die rust wel over. Maar ik kan niet in de kleermakerszit zitten, ook in de lotus of zo. Maar dan doe ik het zoals ik het wel kan en dan is het oké. Ja, ik fiets dus naar de yoga, ik fiets naar mijn beeldhouwles, ik fiets naar de zorgtuin. De zorgtuin is één keer in de 14 dagen. Die dagen dat ik niet op de fiets ben, dan wandel ik. Nou, als dit een geranium is, zo'n nep ding. Ik hou ten eerste al niet van geraniums. Ik hou wel van rood. Je moet wel lachen ook, maar ik vind dit verschrikkelijk.